Al die mensen hier, dat geeft een ongelooflijk fantastisch gevoel. Die mensen worden gek en ik word gek van die mensen. Dus dat is gewoon super. I love God, and I hope that all of you love God. And God loves cycling. Zaterdagavond, dag 4 van de zesdaagse in het Kuipke in Gent. Dimitri de Fou neemt voor het eerst deel aan de grootste indoor wielerwedstrijd van Vlaanderen. 1 uur voor de wedstrijd is hij op de afspraak voor zijn dagelijkse massage. Daar geniet ik dus nu echt van, hè. De Paul die nu in de vierde dag, ik geniet wel van het applaus van het publiek, maar dat is echt... Even genieten in 3 kwartiers. Jammer maar, 3 kwartiers. Het is bijna zo goed als... Als een bord frieten. Oh, leuk. Robert Dont is al 2 jaar de vaste verzorger van Dimitri. Hij was 6 jaar profrenner en kent als geen ander de knepen van het vak. Nu is het het enige moment van... En als je in bed ligt, buiten dat. Dat is het enige moment van elke volledige ontspanning. Want daar worden natuurlijk dingen verteld. Soms intieme dingen, zo van ons. Het is wel een vertrouwde relatie. Zeker als je dan weg bent in het buitenland, of bij 3 weken of van Tour de France. Dat je dan familie mist en al, dat je bepaalde dingen, zoals je tegen je verzorger zegt. Dat het enige moment is dat je relaxed bent, volledig. Maar zie je al 12 jaar. Ik ga zelf dus zo. Massa spieren met allemaal had. Het is wel mooi, hè? Dat zei hij. Een tijd heb ik Tom Steels ook nog masseerd, een jaar. Maar dat is iets vergelijkbaar, maar nog iets langer. Iets imposanter nog. Dus een ruwe diamant, hè? Die geleidelijk aan kunt slijpen. Open. Dat zal wel lukken. Het is een goede start. Al 63 jaar wordt in het Kuipke de Zesdaagse georganiseerd. 12 tweemansploegen rijden verspreid over verschillende disciplines rondjes op de piste. Een van die disciplines is de 60 ronden achter de dernies of gangmakers. Een van hen is Joop Zeilaert. Een gangmaker is, dat moet je vergelijken, op een motortje van 80 cc waar je op mee moet trappen. Dat is een vaste versnelling. Dus het gaat om dat als je wind tegen hebt, moet je een beetje bijtrappen en wind mee terugtrappen. En dat is in de baan ook. Die baan die loopt natuurlijk op en af. En dat is de feeling die je moet hebben. En die renner moet dan zoveel vertrouwen hebben in je, dat je die blindelings op 2 centimeter of op 1 centimeter van je spabbert afrijdt. Gangmakers reizen de hele wereld rond om hun brood te verdienen in het circuit van de Zesdaagse. Ook zij kampen met plankenkoorts. In zo'n baantje 70 kilometer rijden, dat is hard hoor. En dat is niet alleen voor ons, maar dat is natuurlijk veel moeilijker nog voor de coureur om erachter te blijven. Wij hebben het is nog een motortje, maar we moeten toch meetrappen. En dat is, ja, dat wordt wel eens onderkend. Maar het is een van de gevaarlijkste onderdelen van de Zesdaagse. Als het niet het gevaarlijkste is. Ready for take-off. Dat is mijn partner. Wow. Dit is onze sponsor. Dimitri is 22 en fietst al vanaf zijn 15e. Hij droomt ervan om het ooit tot profrenner te schoppen. De Zesdaagse is voor hem een uitgelezen plek om de scouts van zijn kunnen te overtuigen. Ook zijn moeder Claudine hoopt dat haar zoon een goede beurt maakt. 2-0, de zenuwen te krijgen, dat begint te werken. Hè? Je weet dat ze moeten beginnen rijden. Hè? Ja. Maar ik zou blij zijn als het gepasseerd zijn, die dagen, want dat is niet te doen. Het ziet er zoveel in af, of dat mijn zoon in af zit. Ik ga even binnen 10 minuten de start pakken. Ik eet niet dat ik moet eten. Je zit al te denken. Je moet zijn opgejaagd. Allee, ja. Nu anders rook ik ook geert. Als ik 2 sigaretten rook, nu. Ik was op een week is het veel. Maar nu, pakken, hè. En kijken, dat doet je allemaal pijn. Hè. Van het roken. Hè. Ja. Dat men nu moest gevoelen. Dat ik, ja, van zijn nu, dat kun je dat niet voorstellen.
En zoals eerder op de avond, dames en heren, rekent de volgende ploeg op ondersteuning vanuit de tribunes van op het middenplein. En kan ook een aanval doen op de beste tijd in deze 500 meter met vliegende start. Daarom, dames en heren, laat u horen voor de ploeg gesponsord door HBS, Gerne en Dimitri de Pan. Dimitri zet voor de vierde opeenvolgende dag de beste tijd neer op de 500 meter sprint. Als debutant klopt hij niemand minder dan Olympisch kampioen Marty Notstein met een halve seconde. Voilà, zo moet dat. Ik had gehoopt om het publiek recht te krijgen. Met een schone tijd. Maar dat is geen schone tijd. Dat is gewoon een super tijd. Een halve seconde traprijden van Olympisch kampioen Notstein. En dan met dat publiek, de juiste muziek, alles perfect. Ja, toen komt het allemaal goed uit, hè. Fuck, wauw, ongelooflijk. We krijgen gewoon een ontlading over ons lichaam. Je kunt dat niet beschrijven. Je moet dat voelen als renner, dat voel je dan. Ja, je kunt het niet beschrijven. Het is echt een fantastisch gevoel. Ik kan niet klappen. Ik ga niet. Het is al droog. Ik kan niet klappen. Ik kan niet klappen. Oh. En dat voel je. Ja, dat is... Ja, ik kan niet. Oh, het is al droog, jongen. Ik kan niet. Allee, ja. Ik ben blij. Maar lang niet iedereen is naar het Kuipke afgezakt om de sportieve prestaties van de renners te bewonderen. Ik kom zeker vooral voor de mooie jongens. En ja, de meeste meisjes komen denk ik wel voor de jongens. Dus het zijn heel schone jongens ook en mooie benen. Dus ik denk dat er veel meisjes zot van worden. Dus zijn er ook dat er van flauw vallen. Dus. En val jij er flauw van? Nee. Nog niet? Nog nooit flauw gevallen, dus het kan nog komen. Maar anderen dreigen wel het bewustzijn te verliezen. We come for the beer, but we are Australian. The Belgian beer is absolutely the best in the whole world. And it rivals it in Australia. So hopefully... When we get home, we'll be able to tell all about Lafayette and all your famous beers. But what a great place you got here, what a wonderful country and beautiful people. Very friendly and we love every minute of it. De sfeer hier, maar dat is gewoon volks, dat is gezellig. Er is niet de minste agressiviteit bij, dat is zeer belangrijk. In andere sporten en in voetbal, in elk geval, is die sfeer vaak agressief. Hier nooit, hier nooit. Hier komen de mensen gewoon om het goed te hebben, om het prettig te hebben en om naar de koers te kijken en te genieten van die koers. 1 uur voor het einde van de zesdaagse is er voor Claudine van genieten geen sprake meer. Dat moet geen 12 dagen duren, nee, of toen ben ik weg. Nu is mijn wegvoer. Neffo! Als ik moest sterven, zou het op de piste zijn. Bij zijn eerste deelname aan de zesdaagse eindigt Dimitri op de 12e en laatste plaats. Maar zijn reputatie als spurtbom doet hij alle eer aan. Vies op jongen, vrij goed gereden. Ik ben blij dat de zesdaagse over zijn. De zenuwjes zijn nu kwijt. Allee, vooruit. He? Maar het goed gedaan, vind je. Het veel succes. Iedereen zegt dat je allemaal goed gereden hebt. Dan ga ik al een weekje thuis zitten, zo, want mijn gat ligt volledig op. Open, ja. Ik heb het gehoord. Doe mooi. Allee, joh. Een beetje zalf gedaan en... Zalf? Nou ja, baby zelf. Ga maar een tube of 6. Het zal nodig zijn, Patrick. Dat hoort al boven, hè. Ja, niet met mij als je het mij gezien hebt. Is het zo erg? Het is gelijk de halfoorlog. Nu ga ik mijn velo pakken
En bij Voort, het eerste frietkot. En dan het tweede, en het derde frietkot, en het vierde frietkot toen ik thuis ben. Kuipke, tot volgend jaar. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm